Een vork is een heel handig hulpmiddel in veel situaties. Denk bijvoorbeeld aan situaties waar je iets gaat eten, wanneer je gaat barbecueën, wanneer je onkruid gaat verwijderen in de tuin of wanneer je hem in een stopcontact steekt. Ja, allemaal heel handig. En daarnaast is een vork ook een schaaktactiek. En die ga ik vandaag helemaal aan jou uitleggen. Van begin tot het einde. Makkelijk tot moeilijk, eh, zodat jij aan het einde van deze video ja, de meester bent van de vork. Ben je er klaar voor? Let's go! Oké, okay, we gaan het vandaag eens hebben over de vork, de schaaktactiek. Uh, en ik ga je alles uitleggen aan jou. En we beginnen makkelijk bij de basics, de betekenis van een vork. Ik heb een aantal voorbeeldjes waar, ja, waar het in duidelijk wordt wat een vork is en hoe je hem goed kan gebruiken. En daarna gaan we drie puzzels oplossen, van makkelijk naar moeilijk. En weet jij die laatste puzzel goed te beantwoorden? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het dan ook weten in de comments. Uh, ja, want dat zou erg knap zijn, want het is best wel een lastige. Kijk even naar deze stelling. Hierin ga ik de vork uitleggen. Wat is een vork? Nou, een vork is, zoals je misschien al nou, een beetje de naam verklapt, je valt met één stuk twee stukken aan. Dus eigenlijk ja, ja, pak je ze allebei met één vork. Dus nou, je ziet hier al een vork die heeft vier uh, tanden eigenlijk. Uh, en bij schaken val je met één stuk twee of meerdere stukken aan tegelijk. Dus eigenlijk pak je ze met één stil. Pak je er een aantal. Hoe ziet dat eruit op een schaakbord? Nou, we willen met één stuk twee stukken aanvallen. Uh, en dat kan in deze stelling hier ook. Kijk zelf even. Waar kan je de voork plaatsen? Ik ga hem nu verklappen. Het is namelijk hier met d5. Waarom? Je valt en het paard aan en de loper. En je valt het, ja, je doet het met een pion. Pion heeft een waarde van 1. Een paard en een loper waarde van 3. Dus uh, dit zou een goede rail zijn om het paard te slaan voor je pion. En andersom ook. Om de loper te slaan. beetje pion. Dus Zwart heeft eigenlijk. Ja, niet echt een optie. Hij heeft wel opties. Maar hij kan ze niet allebei redden. Want hij kan er maar één stuk bewegen. Op de volgende zet. Ret hij de loper. Ja, dan sla je het paard. En doe je het andersom. Red je het paard. Ja, dan sla je de loper. En dan win je dus een loper of een paard voor een pion. En dat is een hele gunstige reel. Dus dit is een voorbeeld van een vork. En hierin maken we onderscheid tussen het vorkende stuk en de gevorkte stukken. En misschien kan je al een beetje redeneren wat, ja, welk stuk is. De pion is het vorkende stuk. Die vorkt namelijk uh, het paard en de loper. En de paard en het loper, uh, ja, dat, dat zijn de gevorkte stukken. Die worden gevorkt. Die worden aan de Vork, ja gereigd zeg maar. Uh, dus dat zijn de gevorkte stukken. Goede betekenis om even mee te krijgen. Uh, en dan weet je nu al een beetje wat een vork is. Maar wat we ook vaak zien is dat er vorkjes worden geplaatst. Niet met pionnen, uh, maar met paarden. Je kan met elk stuk een vork plaatsen. Maar ze zijn het meest voorkomend met paarden. En dat laat ik even zien in een ander voorbeeld. Hier heb ik dus het voorbeeld. En waarom vorken paarden nou het meest? Nou, omdat paarden een heel uniek beweegpatroon hebben. En dus ook... Meerdere stukken aan kunnen vallen. Uh, ja, het paard maakt dat L-sprongetje. En daardoor is die sowieso lastiger voor ons menselijk brein. om te berekenen waar dat paard heen gaat. Want een diagonaal of een rechte lijn is makkelijker te berekenen. Alleen die rare L-vorm. dat vindt ons brein wat lastiger om te verwerken. en doet er ook trager over. En daarnaast is het ook ja, handig. want stel je voor, zwart slaat hier. Ja, dan heeft hij hier een vork. Hij valt namelijk allebei de torens aan. En omdat het paard. Uh, in die rare l vorm springt, kunnen allebei de torens het paard niet slaan, dus daar moet je wel voor oppassen. Je kan met een, met een paard geen paard vorken, want dan kan die hetzelfde stuk aanvallen. Dus ja, vorken gaat lastig tegen hetzelfde stuk. Dus als je een dame met een dame vorkt, dat werkt niet. Een toren met een toren werkt niet. Een loper met een loper. Dat gaat allemaal niet werken. Maar hier dus wel vaak met een paard. Dus dat is het stuk waar je de meeste vorkjes mee gaat zien. En het is ook een licht stuk. En dat betekent dat het een waarde van 3 heeft. Dus je kan heel makkelijk torens, dames en koningen ermee uh, vorken. Hier ja, vork je dus twee torens. Allebei een waarde van 5. Hij kan er maar één redden. Maar dan kan je gewoon de volgende slaan. En dan moet hij hem terugslaan eigenlijk. En sta je hier een loper voor. Uh, en kom je er best wel goed uit natuurlijk. Want ja, uh, een paard. Afruilen voor een toren. Dat is een hele goede rail hier voor zwart. Dus zwart gaat hier waarschijnlijk de partij gewoon winnen. Uh, dus ja, dat is handig om te zien. Met die paarden kan je dus vaak vorkjes plaatsen. Dan heb ik hier nog een voorbeeld, en in dit voorbeeld wil ik gaan uitleggen dat forcerende vorken. De beste vorken zijn. En wat is een forcerende vork? Nou, eigenlijk is dat een vork waarbij je een zet forceert van je tegenstander. En een forcerende zet is dat je tegenstander iets moet doen. 100%. Maakt niet uit wat hij doet. Hij moet met een bepaald stuk iets doen. Steun je voor in deze stelling. Zwart speelt deze zet Koning naar G5 om die pionnen naar de overkant te brengen. Nou, dan kan jij een forcerende zet spelen en ook een direct een forcerende vork door Toren naar D5 te spelen. Je valt de loper aan. En de koning tegelijk, dat is een vork. Maar doordat je de koning aanvalt is dit ook een forcerende zet. Want je geeft schaak en de koning moet ja, die schaak oplossen. Nou, je kan een schaak op drie manieren oplossen zoals je misschien wel weet. Of door de toren te slaan, dat kan niet in deze stelling. Of door er iets tussen te zetten, kan ook niet in deze stelling. Dus er is alleen nog maar de derde optie. En dat is door de koning te verplaatsen. Nou, stel je voor de koning verplaatst hier. Kan je gewoon de loper slaan en win je dus materiaal. Dus dat is een forcerende vork. Wanneer je forceert dat een dat de koning bijvoorbeeld een stap moet zetten waardoor je het andere stuk gewoon makkelijk kunt slaan. En daarom zijn forcerende zetten zo gevaarlijk. Oké, okay, nou heb ik nog een klein ander voorbeeld voor je. Dat is namelijk dit voorbeeld. En in dit voorbeeld hebben we ook weer zo'n forcerende zet, uh, maar nu met een paard. Dan zie je ook hoe hoe sterk dat kan zijn. Nou. Kijk eerst even zelf. Kan je hem vinden? Hier kan je de vork vinden. De zet. En de, ja, de meest winnende zet hier is paard naar D3. Je valt en de koning aan. En de dame. En daarnaast ook nog de toren. Dus het is een driedubbele vork. Dat is natuurlijk super lekker. Er zijn ook wel uh, situaties waarbij je een vierdubbele vork hebt af en toe. Uh, en wat ik ook wel even wil zeggen: dit is geen vork. Dit kan je niet bijtellen. Want stel je voor, je zou zometeen dit stuk slaan. Kan de koning terugslaan. Dus stel je voor, de koning gaat hierheen. Is dit geen gevaar? Want de koning pakken, kan pakken. Dus dat tellen we niet mee in de vork. Maar stel je voor, ja, de koning moet ergens heen. Die gaat hierheen. Kan je gewoon lekker die dame pakken. Win je dus 9 punten in materiaal. Ja, en ga je de partij hier heel makkelijk winnen. Want je staat gewoon een dame voor. Dat ga je natuurlijk nooit meer weggeven. Uh, dus nu heb je ook met het paard een forcerende vork gezien. Waardoor je ja, bijvoorbeeld een dame kon pakken. Uh, maar je had je ook kunnen kiezen om de toren te slaan. Al oh, is dat. Heel wat minder. Uh, maar goed, heb je dat ook even gezien? En bij vorken is het dus heel belangrijk dat je heel goed weet hoe je stukken bewegen en waar je ze precies naartoe kan brengen. Kijk bijvoorbeeld naar deze stelling: Wit is hier aan zet, staat materiaal achter, maar kan zometeen helemaal te keer gaan op het bord met deze dame, als die goed weet hoe die moet bewegen en hoe die goed die vorkjes kan plaatsen. Die torens die kunnen niet schuin, dus die kan je schuin vorken. Die koning. Uh, kan alleen maar zo lopen, één stapje per keer. Dus die kan je ook makkelijk vorken. Nou, deze toren hetzelfde, kan ook niet schuin. En dit paard, die kan niet schuin en niet recht. Die kan alleen maar die gekke L-sprong maken. Dus in deze stelling kan je bijvoorbeeld hier schaak geven. Je geeft schaak aan de koning. Nou, die moet ergens naartoe en kan alleen maar naar F8. En daardoor heb je hier net een vork geplaatst. Je valt en de koning aan en de toren. Dus de koning gaat naar F8, kan je hier de toren pakken. Oh, weer schaak. Kijk eens, oké, okay, dat is niet lekker, dus de koning moet ergens naartoe, nou, die gaat bijvoorbeeld naar g7. Nou, wat kan jij dan doen? Oké, okay, ja, hier slaan werkt niet, want dan wordt er teruggepakt, maar je kan hier wel weer schaak geven. En kijk eens wat we weer hebben, weer een vork. Hoe lekker is dat? Nou, de koning kan nog maar 1z doen, weer terug naar f8, en dan geef je weer schaak. En pak je dus het paard. Heb je dus al 8 punten in materiaal gewonnen? Uh, je geeft weer Schaken nou, aan. Waar kan de, de koning nog naartoe? Stel je, voor, je speelt. Uh, dus de koning wordt hierheen gespeeld. Kan je dan weer een vorkje plaatsen? Ja, natuurlijk. Je speelt dame naar E5. Schaak en je valt de toren aan. Ja, de koning gaat hierheen. Ik geef weer schaak. En ook dit is weer een vork. Hè? Hier Schaak en deze pion val je aan. Dus je gaat hier nog een pion winnen. Ja, en hier met de dame extra tegen. Met twee pionnen tegen vier pionnen ga je deze partij makkelijk winnen als je deze drie pionnen... Gewoon kan stoppen, wat redelijk makkelijk te doen is. Um, dus daar heb ik helemaal geen twijfels aan. En zo zie je dus, als je goed weet hoe een dame beweegt en de stukken van de tegenstander hoe die niet kunnen bewegen, kan je wel eens ja, een lekkere vork plaatsen of gewoon vier achter elkaar. Dus hou je ogen daarvoor open. Nou, dat waren eigenlijk alle betekenissen en basics van de vork. En dan gaan we nu door naar die opgaves, die puzzels. En we beginnen makkelijk en we maken het steeds moeilijker. Dus kijk eens naar deze stelling. Dit is de makkelijke puzzel en ik ben benieuwd of jij hem op kan lossen wit heeft hier zojuist een vork geplaatst. Hij heeft hier en de zwarte loper aangevallen en de witte loper. En je kan ze niet allebei redden, want deze twee stukken kunnen elkaar niet verdedigen. Uh, dus ja, je kan er maar één redden. En welk ga jij redden? Ga je voor de witte loper of de zwarte loper? Of is er nog een andere handige zet voor jou met een van de lopers? Heb je de video pauze gedrukt? Heb je al gezocht? Ik ga hem nu verklappen, namelijk de zet is en die heb je waarschijnlijk of misschien wel gevonden. Loper naar D5. Je geeft dus deze loper op. Of is dat wel zo? Nee, natuurlijk niet, want jij plaatst een vork. Jij valt en de toren aan en je geeft schaak. Zo'n forcerende vork. Dus de koning moet hier iets doen en jij pakt gewoon de toren op. En je gaat hier met twee lopers extra gewoon makkelijk de partij winnen. Dat was dus de eerste. En laten we dan direct doorgaan. Naar de tweede. Ja, Zwart heeft hier zojuist deze zet gespeeld. Hij heeft hier net een loper geslagen. Uh, want die loper sloeg een toren. En die toren pakt terug. Kan jij in deze stelling de video pauze drukken? Dat vraag als eerst aan je. En kan jij in deze stelling uh, de winnende zetvolgorde zien waarbij je gebruik maakt van een vork? Ik ben heel benieuwd. Deze is al een stuk lastiger. Dus als je deze niet hebt gevonden. Wees niet geturnd, ik ga hem nu aan je uitleggen. Deze was best wel lastig. Dit was uh, in een uh, grootmeesterpartij. Volgens mij was dit. Oh, ja, mij, uh, ik kan het hier ondervinden: Tigran uh, Petrosian tegen Boris Spassky. Twee enorm goede grootmeesters uit het verleden. Uh, en de zet die ook werd gespeeld is hier Dame naar H8. En zie je hem nou, al? Zie je al dat vorkje dat er geplaatst gaat worden? Nou, je valt hier uh, de koning aan met Schaak en de koning. Uh, kan de dame terugslaan en kan ook niks anders. Want hij kan en niet, en niet hierheen, en niet hierheen. Dus die moet wel slaan. En zie je dan al het vorkje? Juist met dat paard. Schaak. Je geeft de dus schaak aan de koning en je valt de dame aan. Een forcerende vork. Dit noemen we ook wel een koninklijke vork. Omdat je en de koning en de koningin uh, eigenlijk vorkt. Um, dus het is een koninklijke vork. En uh, ja, de koning moet ergens heen. En jij kan gewoon de dame oppikken. En met twee paarden tegen één paard in een eindspel uh, en een vrij pion hier ga je dit gewoon winnen, altijd. Dus uh, ja, zeker, Bo uh, zeker uh, Petrosian, die zou dit makkelijk winnen uh, van Boris Spassky. Omdat het gewoon supergrootmeesters zijn. Uh, dus ja, hier kon je eerst een dame offer plaatsen en daarna een mooie vork plaatsen. Dus hopelijk heb je dat gezien, ga je dat onthouden. Uh, en dan gaan we nu door naar de allerlastigste van vandaag. Let's go! Oké. Okay. Hier is hij dus. En hij is niet makkelijk. Dus ik vraag je zo meteen om de video op pauze te zetten. Maar ik ga even uitleggen. Wie is aan zet? Wit is hier aan zet. En uh, kan zo meteen gebruik maken van een vork. Ja, wit staat onder druk. Deze paarden, die toren en die dame. Die staan wel heel erg ja, te drukken. Maar je hebt hier een penning. Misschien kan je daar gebruik van maken. Dus ja, heb je de video op pauze gedrukt? Wil je nog even kijken? Doe het nu? Ik ga hem nu uitleggen. Wit aan zet dus. En ja, de winnende zet is hier: Dame naar g6. En dan denk je toch, oh, je geeft je Dame weg. Nee, onthoud die penning staat hierop. Dus die pion kan niet bewegen. En nu dreig je ook nog hier te slaan. Nou, dit wil je wel verdedigen. Want zodra de Dame met die ondersteuning van die toren daar binnenkomt, wordt het wel een heel lastig verhaal. Dus zwart speelt hier de zet. Uh, Paard naar d6. Nou, wat kan jij dan nog meer doen? Eh. Uh, ja, je kan hier een vork plaatsen, zien hem, een redelijk simpel vorkje nu, maar ja, toch wel best wel een lastige opgave. Dame naar g5, dus je geeft eerst je dame weg, lijkt het wel een beetje, en daarna haal je hem rustig naar achter om schaak te geven en val je het paard aan. Dus met de dame plaats je een vorkje, nou, uh, laten we zeggen koning gaat naar d7 het beste zetten in deze stelling. Jij slaat gewoon op, de, uh, op E3. En nu heb je ja, deze dubbele aanval heb je ook nog eens verdedigd. Dus stel je voor de dame slaat, kan je terugslaan. Ja, en dit maakt niet uit dat hier een penning op staat. Want als de toren terugslaat, is die penning er niet meer. En sta je hier gewoon een toren voor. Dus je hebt dan en een vorkje geplaatst, waardoor je een paard wint. En verdedig je ook direct je eigen paard. Dus nou, dat is toch mooi om te zien. En dit was de allerlastigste. Dus heb je die goed geraden? Laat het weten in de comments. Ik ben namelijk heel benieuwd. Oké, okay, nou dat was de video eigenlijk van tactiek met Thomas over de vork. Als jij alles goed hebt, was je de meester van de vork en weet ik zeker dat jij hem vaker kan gaan gebruiken. Ook als je niet alles goed, dat je vaker die vork in je partij kan gebruiken. Ja, en dus meer partijen kan winnen. Oké, okay, laat ook weten welke tactiek jij in de volgende video wilt zien. Uh, en dan zie ik jou in de volgende video. Later. Oh, en volg me nog even op Instagram. Later.